Het is weer tijd om vandaag de allernieuwste nieuwtjes en geruchten uit de transferwereld te bespreken. Nog anderhalf maand, ik weet het, en dan begint de transferperiode weer. Maar je merkt nu al een beetje dat het begint te borrelen, clubs beginnen te oriënteren en er is zeker weten wel nieuws te bespreken en transfers die nu al onderhandeld worden om komende winter afgemaakt te worden. Hopelijk heb jij zin in deze video. Abonneer vooral even op Twinity als je dat nog niet hebt gedaan. Echt een enorm percentage van het mensen dat kijkt is niet geabonneerd, dus ik zou het enorm waarderen als je dat even zou doen. En dan kunnen we snel beginnen met de video. En dan nog heel even snel een hele korte, snelle mededeling voordat de video begint. In mijn vorige video had ik het over het nieuwe bureau dat ik had gekregen van Flexispot. En ook deze video staat weer een nieuwe link in de beschrijving met een nieuwe kortingscode, waardoor jij meer dan 100 euro korting kan krijgen op je bestelling bij Flexispot. En heb je die vorige video niet gezien? Bekijk die dan zeker nog even. Goed, laten we vandaag beginnen met Xavi Simons. Een speler waar we het vaak over hebben gehad en ook de komende tijd nog wel vaker over gaan hebben. Want ja, hij doet het geweldig bij Leipzig. En natuurlijk de hele transfershow met PSV en Paris Saint-Germain is er nog altijd niet voorbij. En vandaar dat we het vandaag ook wel over hem gaan hebben. Laten we het eerst even snel hebben over PSV en Paris Saint-Germain. Er is weer een nieuw hoofdstuk in die transfersoap gekomen. En vandaag is namelijk bekend geworden dat Xavi Simons, als hij voor een bepaalde datum verkocht wordt door Paris Saint-Germain, PSV het volledige transferbedrag zal krijgen van die transfer. De datum is niet bekend, dus we kunnen er eigenlijk vrij weinig mee. Misschien is de datum de zomer van 2024, misschien zomer 2025. Maar je kan ervan uitgaan dat Xavi Simons dan gewoon niet verkocht wordt tot het punt van die datum bereikt is, omdat ze anders gewoon misschien wel 50, 60 miljoen mislopen. Want ik denk dat als Simons momenteel verkocht zou worden, dat hij dat echt wel waard is. Online lees je veel geruchten van ploegen als, noem een Barcelona, eigenlijk alle Europese topclubs die hem zouden willen hebben. Maar het scenario wat het meest voor de hand liggend is, wat nu gaat gebeuren, is dat Simons voor een langer verblijf zal gaan bij Leipzig. Paris Saint-Germain en Leipzig zouden er bijna over eens zijn dat hij nog een jaar langer bij Leipzig mag blijven en een leenperiode dus daar uitbreidt. Er zitten wel een paar voorwaarden aan. Zo zou Leipzig zich moeten plaatsen voor de Champions League, omdat ze Simons op het hoogste niveau willen blijven zien spelen. En daarnaast is een voorwaarde dat Leipzig ook de speeltijd die Simons nu krijgt hem blijft geven. Dus er zal gewoon in een contract staan dat hij minimaal, weet ik veel, 20 wedstrijden of zo moet spelen op een x-aantal minuten. Ik denk dat Leipzig daar sowieso mee akkoord gaat als ze hem dan een jaar langer kunnen houden. Ze willen hem liever kopen, maar een van de belangrijkste redenen dat dat sowieso niet kan, is de reden dus die ik net al eerder besproken heb, dat het volledige transferbedrag dat Leipzig dan zou betalen naar PSV gaat. Een hele rare constructie, want je weet gewoon dat Paris hem dan niet gaat verkopen tot voor die datum. En ook voor Xavi daarnaast is dat niet fijn. Want hij weet ook, stel hij zou weg willen bij Paris, dan gaat Paris er alles aan doen om hem pas later te laten gaan, nadat die datum verstreken is. Maar goed, voor nu doet hij het goed, moet hij gewoon lekker op het voetbal houden bij Leipzig en kan hij daar waarschijnlijk inderdaad ook beter langer blijven. Dan Dani Olmo, ook een speler van Leipzig, die het daar ook prima doet. Hij wordt dan weer gelinkt aan een transfer weg. Hij wil zelf weg, hij wordt al meerdere jaren gelinkt aan een transfer. En ondanks dat er meerdere topclubs genoemd worden, lijkt mij dat eigenlijk alleen maar onzin. En dat is er maar één club waar hij zelf naartoe wil gaan en dat is namelijk terug naar FC Barcelona, waar hij in de jeugd al eerder speelde en toen is weggegaan. Hij wil zelf graag terug naar de ploeg en nu hij een hoger niveau heeft bereikt, lijkt Barcelona hem ook wel terug te willen hebben. Eén probleem, het probleem van Barcelona in transfers, geld. Dani Olmo heeft een clausule in zijn contract staan waarin staat dat hij voor 60 miljoen euro overgekocht kan worden. En ja, dat kan dus, dat is het meest logische scenario, dat Barcelona 60 miljoen euro zou betalen. Maar het is eigenlijk niet zo'n logisch scenario, want Barcelona heeft geen 60 miljoen euro liggen. Dus ik ben benieuwd hoe deze transfer tot stand zou moeten komen. Olmo wil het in ieder geval zelf wel graag. Ja, voor Simons zou het alleen maar een reden zijn tot meer speeltijd. Boeit in principe niet heel erg veel, want ik denk niet dat hij minder speeltijd, ja, misschien een klein beetje. Maar Simons zou sowieso speeltijd krijgen of Olmo dan wel of niet is bij Leipzig. Dat wil ik daarmee zeggen. Manchester United is in de markt voor een nieuwe verdediger deze winter. Er worden een aantal namen genoemd en ik lig nu in beeld Matthijs de Ligt uit. In het lijstje van namen die genoemd worden, denk ik dat Todibo de meest logische naam is die naar United kan gaan. De verdediger van Nice die het daar momenteel heel goed doet.
überhaupt niets speelt heel erg goed dit seizoen tot nu toe. Dus dat zou zeker weten kunnen. Die heeft ook een iets lager prijskaartje dan Matthijs de Ligt. De 80 miljoen die in beeld staat is een beetje een gok. Maar als je kijkt naar eerdere transfers die zijn gemaakt en bedragen die United betaalt, zou dit eigenlijk wel een redelijk logisch bedrag zijn. Erik ten Hag kent Matthijs de Ligt natuurlijk nog van zijn periode bij Ajax. En het zou ook een logische transfer zijn voor ten Hag om te maken. Maar ik denk dat ze tekort gaan komen en dat de Ligt deze transfer zelf ook niet wil. Kijk, de reden dat United nu zo enorm wanhopig op zoek is naar nieuwe spelers is omdat ze gewoon enorm veel blessures hebben. Als je alleen al kijkt naar Lisandro Martinez en Varane, wat normaal een centrale duo is, die zijn beide weg. En er zijn ook veel meer spelers natuurlijk in de lappenmand bij United. Dus een speler als de Ligt zou enorm kunnen helpen. Bij Bayern is zijn positie een beetje wisselvallig. Soms wordt er gesproken over dat hij gewoon eigenlijk geen basisplek heeft als Kim en Upamecano 100% allebei fit zouden zijn. Dus vandaar is het ook helemaal niet gek dat de naam de Ligt veel wordt genoemd bij Manchester United. Maar voor nu nog een gerucht en denk ik dat de naam Todibo veel logischer is. Osimhen weg bij Napoli. Het zou zomaar kunnen omdat hij zich gewoon niet heel erg fijn voelt bij de club. Had nu ook problemen met de manager, met de trainer en daarnaast er zijn de afgelopen weken best wel veel dingen gebeurd op de socials van Napoli. Racistische, getinte berichten zijn geplaatst waarin eigenlijk vooral Osimhen de enige speler was die racistisch in beeld werd gebracht. Daardoor zou die weg kunnen gaan of eerder weg willen gaan bij Napoli. En het gerucht dat Chelsea geïnteresseerd zou zijn wordt steeds groter. Ja, Chelsea zou op zich wel een logische ploeg zijn om naartoe te gaan. Die maken dit soort transfers zoals we weten. Nu zou je normaal bij een speler van dit bedrag zeggen die naar Chelsea gaat, de zoveelste aanvaller die die kant op gaat. En maakt hij wel kans op speeltijd? Gaat hij daar wel het even goed doen als bij Napoli? Maar Osimhen is, ja, dat is zo'n belachelijk goede speler. Dat ik eigenlijk gewoon verwacht dat als hij naar Chelsea gaat, dat hij daar gewoon altijd meteen voorin in de basis wordt opgesteld. En dat het op zich wel een hele grote opluchting kan zijn voor de aanval van Chelsea als je je aanval gewoon om Victor Osimhen heen kan bouwen. Een bedrag van rond de 80 miljoen euro is nog maar een minimaal bedrag. Ik denk dat een bedrag boven de 100 miljoen nog wel vrij logisch zou zijn. Want als je kijkt naar de bedragen die Saudi-Arabië geboden heeft op Osimhen, dat liep op tot een bedrag van 150 miljoen euro. En ook daartegen heeft Napoli nee gezegd. Ik denk ook dat Osimhen die transfer zelf niet wilde maken. Maar nu is Chelsea dus wel redelijk serieus geïnteresseerd in een transfer van Osimhen. Lionel Messi. Ik maakte al een short over hem deze week. Er wordt namelijk veel gesproken over dat hij een uitleenperiode zou maken terug naar Barcelona. Ja, het is als volgt. Het is heel logisch. Inter Miami is klaar. Ze spelen nog 2 wedstrijden tegen Charlotte, geloof ik. Alleen, ze kunnen niet meer de playoffs halen. En de playoffs is een heel groot ding in de MLS. Dus dat betekent, ja, dat eigenlijk het seizoen een beetje gefaald is. Ze hebben wel die cup gewonnen. De North American Cup. Of in ieder geval, nee, Noord en is het alleen Noord-Amerika? Ik geloof het wel. In ieder geval, die beker hebben ze gewonnen. Ja, leuk, prima. Dat is in ieder geval een verdienste van zijn periode bij Inter Miami. Maar hij raakte geblesseerd en eigenlijk pas sindsdien hebben ze 5-6 wedstrijden achter elkaar bijna geen punt gepakt. Als Messi die wedstrijden wel had meegespeeld, zoals ook in de periode daarvoor, wonnen ze bijna alles. En dan was het waarschijnlijk wel gelukt in de competitie. Ze hadden geloof ik nog 6 punten meer nodig en dan waren ze nog wel in de race voor die playoff plekken. Maar het betekent nu dat Messi 4 of 5 maanden helemaal geen wedstrijden meer heeft. Of ja, helemaal geen wedstrijden. Hij heeft nog 2 competitiewedstrijden en zijn interlands bij Argentinië. Maar dat is wel een domper en daarom wordt er dus heel veel gesproken over een leenperiode. Barcelona natuurlijk de enige club die genoemd wordt. Zou een hele mooie gedachte zijn om hem nog een keer terug te zien in een Barcelona shirt. Maar het gaat niet gebeuren. Onder andere al ontkracht door Fabrizio Romano. Alle grote bronnen. Het is ook logisch, want hij zou dan pas vanaf januari uitgeleend kunnen worden. En dan begint ook weer bijna de nieuwe start van het MLS-seizoen. Ik geloof dat in februari de MLS weer begint, of in maart. Dus in principe is het logisch dat hij dan gewoon wel beschikbaar is voor Inter Miami. Want de komend seizoen wil Inter Miami op Messi kunnen rekenen. Het was een leuke gedachte, het was een leuk idee. Maar het gaat niet gebeuren. Messi blijft in Amerika. En dan Donjal Malen. Een gerucht van vorige week die ik graag wel nog even nu wil bespreken. Hij wordt namelijk concreet gelinkt aan een transfer naar
Liverpool. Ja, dit seizoen van Malen is iets minder dan het vorige seizoen waarin hij echt op het einde geweldig speelde. Ja, Dortmund in het algemeen is gewoon wat minder dit jaar. Dus een overstap zou zomaar kunnen. Een bedrag van rond de 40 miljoen euro wordt online genoemd. Kan nog best wel veel uiteenlopen. En stel, ja, hij gaat naar Liverpool en hij maakt dan minuten. En daarnaast heb je dan nog Gakpo en Salah voorin. Dan heb je een heel leuk Nederlands gekleurde voorhoede bij Liverpool. Maar ik vraag me alleen af, kan Malen daar wel basis spelen? Als je kijkt hoeveel concurrentie daar nog omheen heeft met Diogo Jota, met Luis Diaz, met Darwin Núñez natuurlijk. En dan natuurlijk ook de net genoemde Gakpo en Salah. Een basisplek lijkt mij daar heel lastig. Interesse is er dus wel. En dat zou dan Nederlander nummer 4 kunnen zijn naast Gakpo, Van Dijk en Gravenberg. Dan Calvin Phillips, die een redelijke periode bij City beleeft. Wat moet je erover zeggen? Kijk, bij Leeds United was hij echt dé man. De beste middenvelder van het team, misschien wel de beste speler van het team. Maakte een grote transfer naar City. Alleen daar is hij meer een relatiespeler die soms gewoon speelt. En niet echt een basisspeler waar ze van op aan kunnen. Dus het is een redelijk logisch beeld dat hij misschien weggaat bij Manchester City. Bayern München is geïnteresseerd. En ook dat is weer heel logisch, want die waren enorm geïnteresseerd in Palinha. Alleen ging die transfer van Palinha vlak voor het einde van de transferperiode niet door. Ik geloof dat hij 50 miljoen zou bedragen of zo. Er ging iets mis en daardoor is dat niet gebeurd. Het ging allemaal te langzaam aan de kant van Bayern. Ze waren nog bezig met die transfer van Gravenberg destijds. Dus dat was toen aan de hand. Maar ze zoeken nog altijd die middenvelder extra. En zijn dus nu in een zoektocht uitgekomen bij Phillips. Het zou een logische overstap zijn. Mede ook omdat dus Phillips niet veel speelt bij City. En die daar wel weer belangrijk kan worden dan bij Bayern. Arsenal wil nog een spits deze winter. We hebben het eerder al gehad over Santiago Giménez. Maar we gaan het vandaag hebben over Watkins. Ollie Watkins zien. Geweldig seizoen tot nu toe speelt bij Aston Villa. Überhaupt Aston Villa dat het heel erg goed doet dit jaar. Maar het zou logisch zijn als Ollie Watkins deze winter misschien al weggaat. En zijn toptransfer kan gaan maken naar Arsenal. Tony wordt ook genoemd om een transfer te maken misschien naar Arsenal. Als hij zijn schorsing heeft uitgezeten van 8 maanden. Het lijkt me dan logischer om voor Watkins te gaan die in de vorm van zijn leven zit. En Arsenal zoekt dus nog een spits voor bij een selectie. En ik vind dat ook wel een soort van optelsom die gewoon heel erg logisch lijkt om te maken. Ik denk alleen dat Aston Villa een belachelijk hoog transferbedrag gaat vragen voor Watkins. Waardoor het misschien niet te doen is voor Arsenal om deze speler te halen. Maar we houden het wel in de gaten. En ik denk ook dat deze transfer zomaar zou kunnen gebeuren. En dan Quinten Timmer. Fabrizio Romano sprak laatst over hem. Dat hij hem enorm talent vond. En dat er interesse is van meerdere grote clubs. Maar hij besprak één club in het bijzonder. Ook hier weer Arsenal. Stel je voor, Quinten en Jurjen Timmer samen in één elftal. Ja, Jurjen Timmer deed in de voorbereiding heel goed. Totdat hij geblesseerd raakte. En Quinten Timmer heeft dit jaar weer een geweldig seizoen bij Feyenoord. Dus ik denk dat het aan het einde van het jaar zomaar mogelijk zou kunnen zijn dat Quinten Timmer een overstap zou maken naar Arsenal. Deze winter lijkt mij te vroeg. Ik denk dat het voor hemzelf veel beter is om te blijven. Misschien kan hij deze winter wel al een contract tekenen om dan de zomer daarna naar Arsenal toe te gaan. De lijst met geïnteresseerde clubs voor Timmer is enorm groot. Ik hoop dat hij naar Arsenal gaat en daar herenigd wordt met zijn broertje. De interesse is er dus volgens alle grote bronnen. Alleen hoe concreet hij is, is nog niet duidelijk. En dan Santiago Giménez. Ik denk dat we het ook over hem in heel veel transfervideo's gaan hebben. In de vorige transfervideo zat hij namelijk ook. Toen bespraken we hem rondom Real Madrid. Die ook nog altijd interesse lijken te hebben. Maar nu is Inter Milan er ook bijgekomen als een van de serieuze kandidaten die concreet lijken te zijn om deze winter een poging te doen om hem weg te halen bij Feyenoord. En Feyenoord lijkt echt standvastig nu te gaan zeggen tegen iedere club dat de vraagprijs minimaal 50 miljoen is. En dit gerucht is een beetje tot stand gekomen omdat in de media gezegd is door onder andere directeur van Feyenoord dat het zomaar zou kunnen. Dat je met scenario's rekening moet houden dat Giménez misschien wel deze winter weggaat. En het lijkt mij nog altijd onnodig om hem deze winter te laten gaan. Slot sprak daar ook over uit dat het eigenlijk raar zou zijn als hij deze winter weg zou gaan. We kunnen er misschien beter van uitgaan dat hij tot de zomer blijft en dan weggaat. Ligt er misschien ook aan hoe Feyenoord het gaat doen in de Champions League. Het ziet er nu nog allemaal vrij prima uit, ondanks de nederlaag tegen Atletico. Maar de kans is gewoon best wel aanwezig dat hij nog na de zomer blijft, ondanks alle interesse van grote clubs. Want naast Inter, naast Real Madrid, hebben we het ook
al online gelezen dat clubs als Arsenal interesse hebben en bijna iedere grote Europese club heeft Gimenez op hun watchlist staan. Omdat hij het gewoon geweldig doet en omdat hij zich nu ook kan laten zien op het allerhoogste niveau in de Champions League. En als hij het daar komende weken goed doet, komende maanden goed doet, dan kan zijn transferprijs misschien nog wel hoger dan 50 miljoen worden. En dan kan Feyenoord echt enorm cashen. Dit was het weer voor vandaag. Hopelijk zijn we snel terug met een nieuwe transfervideo. Het ligt ook een beetje aan of er veel geruchten zijn, veel nieuwtjes zijn of niet. Ik hoop je in ieder geval bij die video weer terug te zien. Er komen nog heel veel shorts in de tussentijd aan. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video weer terug. De Wallen.